Welkom bij Dizze Wieke. Een nieuw programma met de leukste, aardigste en nieuwsgierigste reportages van Omroep Friesland van de afgelopen weken. En dit zijn de onderwerpen, Joert. Bouwbedrijf van de Werf failliet. Theo Timmermans, leefhaver op een goal bij Veendam. En de stille krachten van Laus Wolt. Dit en meer in Dizze Wieke. Bot Ondien Edder, Herman van der Werf. Zijn bouwbedrijf en tagelijk ik zijn libbeswerk is net meer. Het uitbluwen van krediet van de bank betjutte uiteindelijk de eind van bouwbedrijf van de Werf in Sint-Niek. Vanmiddag gaat de rugbank het definitieve faillissement uitsprutsen. Er is morgen een zitting geweest van ons bedrijf voor een faillissementaanvraag. En ik kon om een uur of drie even bellen hoe dat de beslissing is genomen, gevallen bij de rechtbank. Wat zegt u? Het faillissement is uitgesproken. Ja, ja. En daarmee komt een eind aan een schietnis van 104. Het libbeswerk van Herman van der Werf en zijn broer Harry is failliet. Het bedrijf vreegt in de simmer van 2012 krediet van de bank. Ze kunnen lykwijls net aan de eersing van de bank voldwaan. Dit wordt vrienden wieken pas duidelijk. Meer als een jel hier naar de kredietomvraag. Wat voor reacties krijg je al, Ger? Alleen maar positief. Ja. En wat zissen ze dan? Nou ja, medeleven, wij hebben zelf ervaring gehad en is maar een bank dit, is maar een bank dat. Ja, iedereen houdt natuurlijk de schuld, dan maakt er ik wat, dat zou wij even. En als je wat de dagelijkse praktijk is, ik van alle mailtjes, dat leest net niet meer een stuk breder van, dat is schandalig. Zul je nog kans voor een terugstart, misschien van onderdeel? Nee. Wij alles overwegen en dan zeggen van de berinderwerken bij die onder woningbouw gebouwd worden, die willen ik er woningbouw afgebouwd worden, dus die kopers hebben zich in, heb ik geen probleem. Maar dat zal niet worden, trouwens, die ik bij woningbouw aansluit is, dus wij net, want wij zijn failliet. Van de Werf is het zoveelste Frieske bedrijf dat door de crisis de dwaren sluiten maat. Hoe zie je nou naar de hele bouwverhaal in de provincie? Ziek, zeer ziek. Ja, en dan ben ik wel meestal bij wie vliegt niet wie ik in die zei, nou, dat is wel leuk, want als je 2016, 2015, dan loopt het verdomme. Ik zei dat het dat dom praat. Ik zei, ja, dat is wel mooi dat het allemaal loopt, maar ik zei, dat is voor de toekomst. Maar ik zei, de bouwers op dit moment zijn ziek, er zijn zoveel mensen die ontslag hand hebben, krijgen en ben kwijt krijgen. En dat verhoort net. En ze slaat ze me ook al allemaal prijzen met het afslim net van het maken werk in. Van de Werf is blij dat er zelfs het besluit nam had om het faillissement om te vregen. Maar om dan vreed het nijs oer te brengen op het personeel, voel hem zwier. Ik moest dan verhuizen van, ik denk ik ben er helemaal klaar mee. Ik had al heel keurig gelezen hoe het al werkt en hoe het ontwikkeld is. Eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik nog een keer op Jumperadio vertel. En ik heb hier zeven signed en toen werd het einde oefening. Ja, het griep je heel erg gewoon. Het Nuonjeld maakt voor werk in Friesland zwartje. De provincie steekt 300 miljoen euro in de Friese economie. Dit om geld uit de opbrengst van de verkochte Nuon-aandeel. En daardoor gaat de provincie meer dan een miljard euro op de bank steken. Het wetter stiet Friesland onder lippen. Bedrijven vallen bij bosjes om. Daarom vindt deputeerde Steert het heeg tijd om de jeldkraan flink open te draaien om de Friese economie weer op stoom te krijgen. Er wordt 300 miljoen euro uit de nieuwe reserves halen. We hebben het geld en we hebben net de luxe om dat nou op dit moment nog op de bank staan te letten. Ik denk dat wij dat dus dan voor de futten gooit worden kunnen. Doe je hem wel wat? Loek je hem hier wat van aan? Wij willen zwargen dat onze economische structuur sterker wordt. Wij willen zwargen dat het vestigingsklimaat hier er heel goed uitziet. En we willen voorkomen dat mensen in jermoed op lonen komen of te krijgen hebben met sociale uitsluiting. Dus, en dan is werk is het beste sociale beleid wat wij vieren kennen. Het historische Woudengemaal op een lemmer stiet het symbool voor het besluit. Het stoomgemaal waar het begin jontje 100 bouwt in opdracht van provinciale steden, omdat het Riek maar geen besluit nam. De komende weken zal de provincie met gemeenten, bedrijfsleven en instellingen om tafel om projecten te bedenken. Voorbeelden willen de deputieren net al te volle Jan. De voorstellen moet er vooral van onderen opkomen. Wel kinderen biegelijk stocht worden onder oorlogs van glasvezel van vlug internet. Dat kan net uit de merk, dem het yield bij. Als we dat project voor me kunnen krijgen, dan betekent dat ik dat Friesen, ik zou maar zeggen, die kabels onderlezen moeten. Dat Friese bedrijven ik de mogelijkheid hebben om
heel tijd meer een hele grote merk te betjeen. Wij binnen met de gemeente aan de gang en met de sociale partners in gearworkingsagenda's. En daar zit al een tal van projecten onder die we nu moeilijk financieel voor elkaar krijgen. Maar we hebben met dit vermogen een extra financiële basis onderlezen kunnen. Ja, is het dan een soort van financieel trucje om dat aan de gang te krijgen? Nee, maar het is juist nou dat de zaken stagneren. Hè? Omdat gemeenten die kennen de cofinanciering net rond krijgen. Bedrijfsleven had het dreig. En daar zal iedereen nou beginnen maten en dat ben wij. De rest van het NUON Jeld moet bewaarde blijven voor de volgende generaties. Provinciale Steden hebben nog het laatste woord over de kapitaalinjectie. Homo-belangenorganisatie COC is schokt door het geweld dat broekt is sinds 12 jaar ouder man. Het waren deze week mishandelen omdat ze homoseksueel binnen. In de trein waren ze skopt en slaan toch twee famkes van liekenaar 16 hier. Die binnen nog hield iets spoorleers. Het is tiersdien om let als René Brakel en Ierald Luinenburg op het station van Snits rennen. Ze binnen beide homoseksueel, maar hebben geen relatie met elkaar. Ze willen waarom naar Ljouwt, dat ze wenen. Dan zochten ze twee famkes. En eigenlijk onmiddellijk werden we meteen uitgescholden door twee meiden die op een bankje zaten. Ze kwamen achter ons aan en ze werden steeds agressiever eigenlijk. Wat hebben ze precies gedaan? Schelden, spugen. Ja, uiteindelijk gekrapt dus. Maar het was voornamelijk woorden en spugen in het begin. Ze stappen in, maar de beide jonge belagers van de schatting 16 hier lieten de man net maar rest. In de trein gaat het gewoon terug. Nou, toen we eenmaal gingen zitten, toen kwamen ze nog steeds op ons af. Er zaten toen ook nog beledigende opmerkingen te maken over hoe we seks zouden moeten hebben. En dat het vies was, dat we onze ballen eraf moesten hakken of zoiets. En iets in die trant was het. En toen heb ik gevraagd aan de dames of ze zouden kappen. Want anders zou ik de politie bellen. Gingen we door, dus ik ging inderdaad de politie bellen. Maar toen werd het waarschijnlijk het heet onder de voeten. En toen heeft ze een uithal gedaan aan mijn gezicht. Dan, vlak voordat de trein vertriet, springen de dieren eruit. De man kon de famkes nog correct op de foto zetten. Daarmee besieken de politie de dieren op te sporen. Homobelangenorganisatie COC is botskrokken. Het is onvoorstelbaar dat het in deze tijd nog steeds gebeurt. Dat mensen onvallen worden op hun geaardheid, op hun eigen wezen, zeg maar. Dat is een heel beangstigende ervaring en situatie. Het tal pesterijen en mishandelings van homoseksuelen is verlinie hier in Friesland tanaam. Daarom toch de jonge man haar verhaal. Ja, onze boodschap is dat het gewoon dat het homogeweld gewoon moet stoppen. Het is gewoon nergens op gebaseerd. Wij hebben hier niet voor gekozen. Wij worden zo geboren en daar worden we gewoon keihard op afgerekend en daar willen we gewoon dat willen we bespreekbaar maken. Een aantal reportages vinden dat uit het Friese journaal van de Arnhemse Wieken. Meer nieuws is te vinden op omroepfriesland.nl, maar ook op radio bij Omroep Friesland Actueel. Voor de tijden van dat programma ga je naar dezelfde internetside en klik terug naar radio. Alweer 15 jaar geleden meldde een 8-jarig jonkje hem bij ons met het badskip: ik wil doelman worden. Mag ik eens een keer mooi trainen met mijn grote idool Hans Vonk. Zijn naam? Theo Timmermans, Joet de Doy, de doelman van Veendam. En het slaggen. De coach van Doe, Foppe de Haan, ging akkoord. En Theo mocht mooi trainen met mannen als Johan Hansma, Mika Nurmela en Arek Radomski. Ja, en nu is Theo Timmermans 23 jaar en zoent dit seizoen doelman bij Veendam. Theo waard helle, te Jeremai Robert de Loeken en hij woonde concurrentiestriet. Joen, dan speelt hij mooi Veendam in Ljouwert tegen Cambuur. Een reportage van verslagjouwer Rolf de Vries.
Kiepen, wat is het toch machtig mooi. Mijn passie. Al als liets jonkie stiek ik elke dag tussen de twabiem. In de tuin van ons hoers. Het begon in de tier van Hans Vonk en Foppe de Haan. Ik wie 8 jaar. Toen dacht ik al, ik wil maar in je ding. Van de mensen die baltsen horen. Profkeeper worden. Als Friers kwam ik bij FC Grijns. Toen slaag het nog net. Dankzij Harkema's boys en Snitsuit Zwart is mijn droom nou dan toch uitkwam. Profvoetballer, bij Veendam. Ik ben alle mensen dankbaar die me hierbij helpen en hopen ha. Zonder uw heid en mem, hier ik het net rijden. Haast elke dag riet ik naar Veendam. Start is griep, onder de reek van Jouwer, naar het eerste van Grijns. Naar de lange leegte, net gek, van VFV 68 om Veendam. Elke keer weer rin ik grutsk het stadion binnen. Je hak het verdienen. Het gaat net zo goed met Veendam. We binnen hast failliet. Er is net een soort geld. Misschien krijgen we wel punten in mindering. Ik hoop net dat dit de allerlaatste wedstrijd is. Ik moet er net om denken. Voor mij is dit een bijzondere wedstrijd. In mijn contract staat dat als ik 20 wedstrijden speel, ik contract van 1 krijg. Als het fluitsignaal klinkt, is het zover. Mijn 20ste wedstrijd is begonnen. Veendam is een cultclub. Ook voor mij. De fans, het veld. De ljochtmassen, de tribunes. Men zei dat hier geen enkele club met plezier komt. De wedstrijd is extra belangrijk. We staan ziende en dus kunnen we de play-offs nog halen. Maar het zinstander is Volendam en dat is geen makkie. Jacques Tuyp is een spits. Hij had er al 20 in lezen. Jong, binnen alle ballen voor mij. Niet op één of van afstand. Ik wil ze al je pakken. Tomme, ik kon er net bij. Stien achter. Nou de rest, Helly. Maar ze binnen beter. Komen ze al weg. Ik kon er net bij. Weer een goal. Dan de tweede helft maar. We krijgen wat kansjes. Nou zelfs achterin geen fouten, meisje. Wol dus. Ik ken er wennen bij. 3-0 achter. De wedstrijd te spelen. Ek nog een penalty. Die maar pakken dan. Ek dat nog. Krijgt net. Het zit je net mij. Vjouwen of verliezen? Maar vol man van een wedstrijd. Wat hak eronder. Ik ben er ziek van. Menje matten we naar Cambuur. Als Friese keeper de Friese ballen zien horen. Vroeger had ik het nooit zo bedenken kind. Verliezen docht zeer, maar keeper? Keeper is oh zo mooi. Een reportage uit Boppenslag wie dat. Het sportprogramma van Omroep Friesland. Allemaal is te zien naar Joet en Heer. Binnen minder tijden. Ik vind de theaters in Friesland. De oorhitjes krassen subsidies. Mensen krijgen dingen en hebben minder geld om handen. Wij vragen nu zo wat dat betreft op dit tijd voor het theater in Friesland. En wat voor plannen dat er ontwikkelen worden om de boel aan de gang te houden. Dit verhaal begint met cijfers. In 2011 gingen er in Nederland 300.000 minder bezoekers naar theater en concert als het jaar daarvoor. Er zitten wel meer mensen in de zaal, maar dat kwam omdat het tal voorstellings aannam mooi omtrent 880. De cijfers van 2012 komen pas in de zimmer, maar volle beter zal het net worden. In deze recessie is het duidelijk dat mensen toch heel snel kiezen voor hun eerste eigen belang. En dat een theater, het gaat naar theater, dat in de tweede plaats komt en misschien zelfs in de derde plaats. Dus we zien verminderend publiek, absoluut. Ja, natuurlijk hebben we minder bezoekers. Dus de andere kant is, het twee kanten, is dat zeldschippen letter boekt willen kennen omdat je gewoon betere prijsafspraken 30 maatjes kennen.
Nou ja, wij zijn dus baan bij theater kwijtraken. Dat vernemen wij van de recessie. Ja. Maar het opent ik weer naar je dwaren en perspectieven, dus dat is ik prachtig. Arthur Oostvogel is directeur van de Harmonie. Hij moest mensen dienen, Jan, en goed zien naar de kosten en de baten. De oorzaak hield hij minder voorstellings. 3 jaar geleden zaten we nog op 380. En daar deden we nog een hele hoop dingen naast. En nu zitten we rond de 250, 60 voorstellingen. Dus dat is nogal een aderlating, ook in de uitstraling van een Harmonie. Bedrijfsleider Henk de Jong van de Scoons op een Gediek besiekt het met minder centen zijn theater vol te krijgen. We moeten wel creatiever worden om een leuke programmering te houden. En we hebben destijds een kar maken, een trailien, om over te gaan naar een Friese programmering. Jan Arends en Marijke Geersma binnen een eigen theaterbedrijf begon. Ze spelen de voorstelling Oorlogstrien op bijzondere locaties, zoals in het Kazematten-museum op Oostlidiek. We zijn van alles wat brengen en het is dus een eerste stuk, daar maak ik iets speciaals van. Dus we hebben dat een soort geerwerk gezocht tussen het Verzetsmuseum in Ljouwt en het Kazematten-museum hier in Kwamme-de-Zoom. En ik ben bij het Tresor. Nou, en het schijnt zat te werken dat mensen toch eens keren binnen wat we doen. En wat dat betreft komen de mensen erop aan. We halen ik een tentoonstelling naar Ljouwt, Liefde in oorlogstijd, en die staat in Tresor. Dus we hebben een combinatie maken van Kazematten-museum, Tresor en het Nije Museum. Goedkepere producties op oorlogslocaties liek het een trend. En dat rint dat het slietjagend. Voor oorlogstrien binnen al zo'n 100 kaartjes verkocht. De actrices komen wat omheen. Ik ben prachtig, toch? Ja. Ja. Ik zou nog net voor Nadeel, want ik dacht eerst maar het lucht, maar het speelt kandel. En het lood is goed. En we kennen je 24 mensen niet kwijt. Je zorgt natuurlijk in deze regio ook zeker dat een aantal scherken naast hun kerkelijke functie ik een culturele functie bekleiden. En ja, vis je alle keer natuurlijk in een fever en die fever die ken ik wel eens leeg. Ik vind het prachtig dat andere ruimtes worden gebruikt. Ik vind het ook prima. Waar deze schouwburg natuurlijk heel erg goed in is, is om de finesses te laten zien in theatergebruik. We hebben een uitermate goed gecoutilleerd theater, dus alles kan hier. En daar kun je dan ook gebruik van maken. Dat is voor theatermakers buitengemeen aantrekkelijk. Grutte vraag, wat hebben mensen oer voor een jong nieuw theater? Uit onderzoek die blijken dat de prijs voor een kaartje in 8 jaar verdubbelen is. Wel luidt van besiekers de grees. Ik denk dat het maximum was voor een hele mooie voorstelling betelling, maar om erbij de €20 is een mat. En dat is eigenlijk ik een streven. Nou, om erbij de €15. Denk ik zowat. Als je zinnen boppen de €20 zitten, dan zitten ze misschien bliksem. Dit is duur. Het is helemaal afhankelijk ook van de markt. Wat is men bereid te betalen voor deze artiest? En dat kan nog alles verkeren. Maar laten we het zo zeggen, ik wil per se geen prijzen meer zien die boven de €50 uitkomen. De prijs van een kaartje hing het ik al af van subsidies. De Harmonie krijgt jaarlijks 1,3 miljoen subsidie van de gemeente. De vraag om meer centen stuit nu al jaren op een duidelijk nee van deputaire Dix. Een kentering liep het nou in zicht. Er is vastgesteld door de raad dat wij nu echt aan ons minimum zitten. Minder dan dit kan niet. Ik hoop er dus op en ik reken er ook op dat Leeuwarden kiest voor een mooie, goed functionerende schouwburg. En aan het functioneren ligt niks, maar dat we dat ook gezamenlijk kunnen doen met de middelen die daarvoor noodzakelijk zijn. En ja, het publiek. Door internet is het volle makkelijker om te zien wat je hinnen kennen en in een paar moes klikken een leuke joen regelen. Mensen kiezen veel later en die beslissen, we kiezen er nu voor om naar een voorstelling te gaan. Marketing via sociale media, speciale acties en nieuwsbrieven is daarmee volle wichtiger worden. Je kent ik kaartjes voortjaan op tv. Waar wie de eerste die het wist? Ja. Krijg je al 2 vrije kaartjes van. Oh, ik zeg het hoor. Friesland Wonderland. Er is een heel netwerk aan e-mailadressen die hier elke maand 1500 e-mailadressen de nieuwsbrief ontvangen van de Scoons. Waarin we heel specifiek voor die periode de programmering ik nog een keer aan. Dus op die manier bespelen we het publiek ik. Ook door bijzondere dingen. We hebben een keer een actie gedaan, 12-12-12, waarmee toch een hele mooie, of de sirenesale op de eerste maandag van de maand, als de sirenes afgaan, zolang dat nog is, dan kunnen ze ook een extra goedkoop kaartje krijgen. Cultuurkaart voor studenten. Dus er zijn legio mogelijkheden, maar het staat voorop. Het is op de eerste plaats
ons programma wat de bezoekers moet halen naar deze schouwburg. Het nieuwe seizoen. Wat kunnen we takend hier verwachten? Nou, zal ik eens beginnen met de eerste fijne klapper. We hebben Theo Maassen voor de eindejaarsconferentie. Die zal hier zeker te zien zijn. We hebben Jochem Meijer, om eens wat te noemen. Nee, er zit echt heel veel moois aan te komen. En het zijn er nog altijd 250. Dus vraag mij niet ze te noemen, want dan ben ik voorlopig nog even bezig. Bij Iepen staat het nu liggen op 12 oktober maar een streektaalfestival. Wat draait werd over drie verschillende zeelen. En wij binnen erg van kruisbestuiving. Dus dat we, ik, mijn koren en mijn oren liedse toneel, zelfs kip meer in de regio, steeds meer gearworking in om een goede productie hier in Del te zetten. Verwachten ze dat het Gorre Dieke over 20 jaar nog een theater had? Oeh, dat is heel moeilijk te sissen. Dat is deels marktafhankelijk, maar zat ik dus al zei, ben ik heel sterk afhankelijk van het beleid wat de gemeente Opsteland voert. Ten aanzien van cultuur, en we proberen in ieder geval wel dus daarin te onderscheiden, zodat er een goede basis is om, misschien hoort 20 hier nog wel een kans theater, mooie cultuurprogrammering op poten te houden. Ik zou zeggen, meesken koop je een kaartje, want het is natuurlijk fantastisch wat er al hier rondom in Friesland gebeurt op theater- en cultuurgebied. Ja. En dat moeten we koesteren hier in Friesland. En er binnen in Friesland zoveel amateurselskippen, amateurspielers. Ik denk dat aspect, dat het Niel nooit verdwijnen zal in Friesland. Theater is van alle tijden. Podium, verhalen vertellen, het is van alle tijden. En daar gaat niets aan veranderen. Er zullen wel andere leidingen komen, er zal meer techniek in komen. Er zal meer decor zijn wat met licht gemaakt wordt. Maar het verhaal vertellen, wat de basis is, of het nou via dans is, via cabaret is, via toneel of anderszins, dat zal altijd blijven en dat is maar goed ook, want daar leren we van en daar worden we rijker van. En met deze mooie woorden komt er een eind aan dit verhaal. Je zult een eind deze week met de beste en meest opvallende reportages van de afgelopen weken. Wil je weten wat er nog meer te jaren en te zien is bij Omroep Friesland? Houd dan ook uw Twitter in de gaten. Dat nemen we onze ladies van Lauwerswold. Nou ja, dat zeg ik, ben je gemiddeld al 24 jaar. En ja, dat is een stille kracht voor ons. We zijn al een keer begonnen en het is gewoon een heel gezellig team. Dus ja, zolang wat je het dan leuk vindt, dan... We hebben ze aan de gegeven moment al een trog. Ja. Dus dat is, zei dat ze komen, ze groeit. En ze willen je ook nog wel horen dus? Ja, dat ik nog. Zelfs allemaal wel zo oud ben, maar ze is ik nog wel horen, ja. Want het is soms ook wel sfeerwerk, denk ik? Ja, het is absoluut wel sfeerwerk, ja. Dus, dat is nog een keer zo. Maar daar wijn je ook wel aan. Ja? Ja? Ja. Ben je ook wel later sterk? Ik ben wel later sterk, ja. Ja, dat is wel goed. En Lauwerswold, het bedroog, de omgeving, het is gewoon al geweldig hier. Ja, zeker. Dat stralen we toch echt wel uit, dacht ik. Of nee? Ja, want je bent wel een gezellig ploegje, hè? Wij zijn een heel gezellig ploegje, ja. Ja. Ik wil een beetje stiever of zo verwacht, maar dat is... Stiever? Dat is een hartstikke leuke man, ja. Je mag hier eerst vaker komen. Eerst zijn we van wat, maar nou dat ze vier komen binnen. Nou, bij de laatste size, nou is het toch wel, vinden we het toch wel leuk.
En een dag uit, een feestje. Dat vind ik altijd leuk. We gingen van nummer 1. Ja, dus je bent wel wat fanatiek? Ja, ik ben zeker fanatiek. Ja, dat zou wel heel leuk zijn als we nummer 1 hebben. Dus ik ben heel benieuwd. We dachten al eerder het beste voor. Super. Kitchen Maat, dan we het bekend. Ja, ja. Okay. Spannend, heel spannend. Ja, absoluut. Het is altijd een mooi elkaar. Ja, maar als je zijn ploeg als Jim Fjogger, dat kent al eigenlijk net met mis. Nou, dat vind ik nou mooi dat dat blijft. Dat is wel een prijs, toch? Ja, wie ben je wel een prijs werk, dacht ik. Of net? Ja. En het zou ook wel feest worden dan je kennen dan ondertussen. Zeker. Absoluut. Ja, ja, we houden van feestjes. Ik hoor. Ja, absoluut. Friese polonaise. Hartstikke leuk dat jullie met z'n veel gekomen zijn, 17 van de 20, dus het gaat hartstikke goed met de Red Hatters van Steens. De Red Hat is wereldwijd en hier in Nederland zijn 120 chapters, afdelingen. Nou, en we hebben drie regels, ik kan eigenlijk geen regels nemen. Dat is, master peersen klein en reer de hoed op, mij net zeuren en was boven de 50 wezen. En wat doet een Red Hatter? Een Red Hatter die maakt het plezier. Sommigen van u zitten in de sandwich generatie, ouders, ben, daar zitten we wat tussenin te klappen. En wie wil gewoon iedereen in de size week plezier hebben. En dat lukt dan nota aardig. Dit is de derde bijeenkomst en dan gaat dat nota, gaat dat aardig. Wat mij nou al tafel, niet in het museum, dat je mooi zo stil wint. Ze kreeg wat lust erin. Ik denk, nou, dit wordt een dikke gezellige boel natuurlijk. Ja, maar die vrouwen die rondlijsteren weer al streng. Dus, maar dat hindert niks dat je hebt rondlijster en kwam natuurlijk. Maar wij doen het gewoon rustig hoor. Ja, maar dat komt straks. Ja, en we hebben het voor het eerst uit de kast. Hè? We zijn voor het eerst met z'n allen op straat geweest. Nog maar 2 meter natuurlijk. Hè? Die van hier de voordeur in de oren voordeur. Ja, dat is hier wel een heel iets kostje. Dat maakt niks. Jou hebben een hele bijzondere reden hoe het op. Ja, prachtig, hè? Mijn waait nog in de winkel. Dus deze had geen van mijn zons een keer gepakt. Die biedt het toch net. Hè? Maar hij is reed. Bij de Red Hats mag ik wel eens even improviseren. Tuurlijk. Had je wel lol, meisje. Nou. In Amerika is in de 60 jaren is er een vriendin, die ook een andere vriendin die 50 weer een gedicht en een reerde hoed. En ze moest nog maar eens een keer willen uitzingen. Nou, en dat is zo steeds verder gegaan. Daar hebben vriendin van, daar hebben vriendin van. En toen op een gegeven moment zie je in het gedicht ook dat je peerse kleren dragen moest en een reerde hoed. En zij is dat over de hele wereld heen. Ontzaf hier het oersocht met de leukste en beste reportages van de Arne Wieken. Na je wieken ben je weer. Ontan.